Dat je op de 3DS niet alleen kunt gamen, weet een beetje Nintendo-fan natuurlijk al lang. Zo zijn er dankzij de twee camera's die erop zitten ook foto's in 3D mee te maken. Fotograaf Carly Hermé ging voor Nintendo met de handheld aan de slag en toont zijn werk in deze galerie. Ik heb alleen maar dat ding bij me. Het was net speeltuintje. Weet je, een mooie naakt vrouw en dan ik. En ik heb daar gewoon mee lopen stoeien en gewoon allerlei dingen met haar gedaan. Op fotografiegebied dan. Om iets moois van te maken. Op de opening van de expositie komen vooral gamers en mensen uit de kunstwereld af. Veel van hen moeten even wennen aan het kleine formaat van de foto's, maar zijn uiteindelijk enthousiast. Het komt heel goed uit de verf, 3D gezien. En in dat opzicht vind ik het heel leuk. Ik ben zelf ook nog wel nieuwsgierig hoe het doet met nog meer op de mensen. Maar ja, voor dit thema komt het prima uit de verf hier, oh, heerlijk. De composities en alles, de onderwerpen die gekozen zijn, het spreekt er ook wel echt aan. Of? Ik hou erg van naakte vrouwen. En van de natuur. En wist je zelf eigenlijk ook dat het mogelijk was met de 3DS om zulke foto's te maken? Ja, ik wist wel dat het mogelijk was. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. En dat terwijl het mijn eigen beroep ook is, dus dat is op zich wel grappig. En nu word je hier word je wel door geïnspireerd om er misschien toch ook maar wat meer mee te doen als gamer. De camera's van de 3DS zijn totaal niet te vergelijken met de apparatuur waar Hermé normaal mee werkt. Toch vormde dat voor de fotograaf geen beperking. Zolang het zo groot gebruikt wordt, maakt het niet uit. En ik had heel mooi weer, dus de kwaliteit dat blijft dan wel overeind. Alleen je moet het niet opblazen of ergens anders voor gaan gebruiken. Dat kan niet, volgens mij. En 3DS in de eerste plaats natuurlijk voor gamers, om spelletjes gedaan. Gamet u er zelf nu ook op? Ik heb wel even wat spelletjes uitgeprobeerd. Ik vond het fantastisch hoor. Dat je een kaartje op tafel ligt en dat de hele tafel ook een rol krijgt in dat geheel. En gaat bewegen en doen. Ontzettend leuk ding. Maar ik ben zelf geen gamer, dus ik ga daar niet echt urenlang mee gaan lopen spelen. Dat zit niet in mijn systeem. De expositie is nog tot en met maandag 2 mei gratis te zien in de A-Gallery in Amsterdam.